Welkom bij een nieuwe video van Kees aan de Kook. Het is vrijdag, 3 uur, de hoogste tijd voor een nieuwe recept-video. Superleuk dat jullie kijken. Vandaag, we blijven nog even in de Ratatouille-sfeer, want jullie hebben de Disneyland-filmpje gezien met de Ratatouille-attractie. Altijd al fan geweest van Ratatouille. Afgelopen maandag een recept gemaakt uit het Ratatouille-kookboek uit Parijs. Dus dat gaan we vandaag weer doen uit dit boek. Het is Frans. Ik heb het uiteraard vertaald. Het zijn simpele gerechten. Maar wel super leuk en super lekker, vooral met je kinderen te maken. Dus vandaag gaan we uit dit boek gevulde witlofbootjes met tonijn maken. En wat we er allemaal voor nodig hebben, dat ga ik jullie nu vertellen. Nou, uiteraard witlof, hè? 1 stronkje. 2 blaadjes verse basilicum. 50 gram feta kaas. Ik heb feta kaas genomen, maar je kan ook een andere jonge kaas nemen. Ricotta. Verzin het maar. Maakt niet uit, maar ik vind feta lekker. Dus dat is wel wat ik aan het recept gewijzigd heb. Ze noemen een Franse jonge kaas. Maar ik vind het lekker om een feta te doen. Dus geef ook je eigen twist eraan. Hè. Feta dus 50 gram. Uiteraard zout. 2 eetlepels mayonaise. 160 gram tonijn op olie. Ik neem altijd Rio Mare. Vind ik een goed merk. En sap van een halve citroen. Zo, nou dan gaan we beginnen met maken. Ik doe eerst even de tonijn aanmaken. Dus we brokkelen gewoon de feta erdoor. Zo, dat ziet er dan zo uit. Dan doen we citroen even doormidden snijden. Haal even de pitjes eruit, anders komen die in je tonijn terecht. Knijp het sap erin uit. En dan de 2 eetlepels mayonaise. Gewoon flinke lepels. Klaar beetje zout. En dan roeren we dit rustig door elkaar. Terwijl de structuur van de feta blijft behouden. Zo. Nou, dan de witlofbootjes, hè. Dat is niet heel moeilijk. Snij ruim het kontje eraf en dan leggen we gewoon de witlofbootjes op een bord. Die hou je er zo wel van. Als je ze niet meer afkrijgt, snij je nog een klein beetje van het kontje eraf. Nou, en dan gaan we kijken of dat we hiermee uitkomen. Nou, en dan gaan we de tonijn in de witlof leggen. Lekker ruim, hè. En dan zal je zien dat het bittere van de witlof toch wel iets bitter heeft. Super goed gecombineerd met de tonijn en de jonge kaas. Netjes neerleggen. Nou, en dan hebben we nog de basilicum. Die snijden we even in mooie dunne reepjes. En die leggen we dan bovenop de tonijn. Niet te veel, want het gaat snel overheersen. Zo.
kijk, super snel, super simpel, maar wel super lekker. En dan zijn je witlofbootjes gevuld met tonijn en jonge kaas van chef Remy uit Ratatouille, uit het Ratatouille kookboek, helemaal klaar. Zo, dat was hem weer voor deze vrijdag. Weer een recept uit het originele Ratatouille kookboek. Een recept van chef Remy. Vond je het een leuke video? Geef even een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren. Het is helemaal gratis. Super bedankt voor het kijken. Ik zou zeggen, maak er een mooi weekend van. Maak dit lekker op zondagmiddag of op zaterdagavond bij de borrel. Heerlijk natuurlijk. Doe het vooral samen met je kinderen, want dat is helemaal super leuk. Nogmaals, fijn weekend. We zien elkaar aanstaande maandag zeker nog. Jullie weten nog wel wat er binnenkort iets groots gaat gebeuren. Hè? De Guinness Book of Records kookmarathon. 130 uur achter elkaar koken. Wordt live gestreamd op mijn YouTube kanaal. Maar daarover later nog veel meer. Aanstaande maandag ben ik er nog. Met een nieuwe receptvideo van Kees aan de Kook. Ik zou zeggen, goed weekend en tot dan. Dankjewel, doeg.